en meisjes, verplichte dienstplicht. Janneke, goed idee dat jongen en meiden een jaar in dienst of een sociale dienstplicht moeten vervullen? Ja, maatschappelijke dienstplicht kan ik me sowieso voorstellen. Nou, weet je, we leven in zo'n geïndividualiseerde samenleving, dat we allemaal zo op onszelf gericht zijn, dat dat gevoel van het collectieve belang mag best wel terugkomen. Het gevoel van verantwoordelijkheid mag wel wat meer weer bovenaan komen te staan. En dat is voor de nieuwe generaties natuurlijk belangrijk, maar ook voor onszelf, denk ik. Ja, zo wat goed idee dat iedereen een jaartje de staat dient. Nou, maatschappelijke betrokkenheid wel, maar dit is bij ons in Marokko precies hetzelfde. Want dat is verplicht bij ons ook in Marokko. Mm-hmm. Dus het is voor ons vanzelfsprekend, sinds mijn geboorte weet ik dat bij ons de jeugd, die zijn verplicht om inderdaad militair dienst te komen. Alleen als je getrouwd bent of ziek bent, dan ben je dan niet verplicht. Niet. Nee, dan hoeft het niet. En niet voor meisjes, hè? Alleen voor jongens. Alleen voor jongens, alleen voor jongens. Voor meisjes. Hier zou het ook voor meiden gelden. VVD is volgens mij geen voorstander van het idee van Hoekstra. Hè? Nee, omdat waar Defensie nu mee experimenteert, mee bezig is, is het wat het dienjaar heet. En daar kunnen jongeren zich vrijwillig aanmelden om een jaar bij Defensie te gaan werken. En de eerste lichting gaat nu in september starten. En ik las dat daar ook al veel meer mensen zich hebben aangemeld dan er plekken zijn. Dat is een succes, ja. En je wil ook bij Defensie, bij onze, ja, die moeten zorgen voor onze veiligheid. Dan wil je mensen die tot het bot gemotiveerd zijn. En dat is anders als je het gaat verplichten. Dus ik vind het heel goed dat Defensie dit doet. Als het ook die aantrekkingskracht blijft houden en het werkt. Hè. Mensen blijven ook hangen. Jongeren kiezen na dat jaar ook om bij Defensie te gaan werken. Dan hoef je dan niet verplicht te stellen. Nee, dan hoop ik dat we het ook uit kunnen gaan bouwen in aantallen de komende jaren. Okay. Nou, we kijken nog even naar de campagnes. Want die